Raiders! Ik, Prins Brody, de zoon van Heer Baron, erfgenaam van de Crimson Caldera, vraag jullie mee te doen aan de vernietiging van Navelmoor. We zullen hun muren afbreken. We zullen hun geest verpletteren. We zullen over alles wat we zien heersen wanneer de dag voorbij is. Horen jullie wat ik zeg? Ho! 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 Ze worden zo snel volwassen. Ik weet dat het gevaarlijk is, maar de koning geeft ons geen andere keus. Stop deze opstand onmiddellijk! Wat? Wat doen jullie? Oh, we oefenen de traditionele visdans. En we komen zeker niet in opstand. Weten jullie dat wel zeker? Ik hoorde dat jullie iets gevaarlijks wilden doen. Ah! De traditionele visdans kan erg gevaarlijk zijn als je het goed wilt uitvoeren. Nou, goed dan. Ik kwam deze aan jullie geven. Wat zijn dat? Oogkleppen. Ik heb ze uitgevonden om mij te helpen concentreren. En nu wil de koning dat we ze allemaal dragen om onze focus hier op Navelmoor te houden. En niet op die stomme raiders. Goeie uitvinding, Dario. Je kan niet altijd geluk hebben. Ik wed dat dit Scribbles een idee is. Hoe weet je dat? Hoe dan ook, ik ben weg. Fijne dag verder. Dag! Oké. De raiders zullen ons aanvallen met vuurwapens. Dus ik bedacht... de ijskatapult. Niemand maakt het belachelijk? Nee, het is geweldig! Goed werk! De vraag is alleen hoe gaan we het bouwen zonder dat de koning erachter komt. Laat dat maar aan mij over. Jullie maken de katapult klaar voor gebruik. Aha! Dus jullie komen wel in opstand! Ik doe mee. Huh? Het maakt me niet uit wat Scribbles, de profetie of de koning zelf ook mag zeggen. Navelmoor zit in de problemen en wij moeten het beschermen. Vader, we hebben een bericht van tante Alice. Ze wil ons spreken. Het is dringend. Alles is altijd dringend, wat jou betreft. Uwe majesteit, is het wel verstandig om te vertrekken? De profetie stelt duidelijk dat we binnen de muren van Navelmoor moeten blijven. Ik weet het. Maar wat moet ik dan? Het is familie. Maar geen zorgen, Scribbles. We zullen gefocust blijven. Laten we gaan. Wow. Het ligt nu allemaal in jullie handen. Breng het materiaal! Wat doen jullie? Stop onmiddellijk! Nee, jij moet onmiddellijk stoppen! Hey, stop! Laat me los! Hiervoor zullen jullie boeten! Meneer Da Vinci, de machine die u wilt bouwen is het meest ingewikkelde project dat ik ooit heb gedaan. Hoe lang duurt het om hem te bouwen? 12 uur. Als ik geen koffiepauze neem. Wacht! Ik heb net koffie op! 10 uur! Vader, ik weet dat de profetie ons tot hier heeft gebracht. Maar zoals met veel dingen, moeten we misschien veranderen en groeien. Onzin. Als dat zo was, had Scribbles dat voorgesteld. Misschien is Scribbles deel van het probleem. Scribbles is de beste profeet van het koninkrijk. Niemand kan ons beter begeleiden dan hij. En hoe weet u dat? Dat zegt hij. Je moet een beetje vertrouwen leren hebben, mijn zoon. Scribbles zegt altijd, wat we niet kunnen zien, kan ons ook geen pijn doen. Vader! Wie is daar? Kom tevoorschijn of ik verander je in een vleespiesje. Oh, het is mijn broer. Hallo, Alice. Hallo, John. Wat is dat voor vreemd ding op je hoofd? Dat is mijn kroon, Alice. Dat zijn oogkleppen, tante Alice. Ze beschermen hem tegen de buitenwereld. Oh, Armin! Ben jij dat echt, mijn lieve jongen?
Oh, ik zou je mollige kleine wangetjes overal herkennen. Je hebt vast honger gekregen van die lange rit. En ik dan? Ik heb ook honger. Wat? Is er iets mis met je benen? Pak het zelf. Ga je zo om met gasten? Jij wilde ons spreken? Dat is niet waar. Wat? Oh, ja. Dat was ik. Wacht. Je hebt gelogen? Ik had geen andere keus. U luistert niet naar mij. Maar u luistert misschien wel naar tante Alice. Mijn eigen zoon. Hoe durf je? Novelmore werd aangevallen door de Raiders. Deze keer hebben we ze verslagen, maar ze blijven terugkomen. In plaats van zich daarop voor te bereiden, denkt hij dat de profetie ons zal beschermen. Scribble staat erop dat dat zo is. En jij bent de koning. Zie je hem? Onze vader heeft hem opgevoed als een moedige en sterke man. Iemand die traditie respecteert, maar ook iemand die voor zichzelf kan denken. Hier, kijk naar jezelf, eigenaardige bijgelovige oude dwaas. Ik hoef hier niet naar te luisteren. Ik ga er vandoor. Uw ijskatapult, meneer Da Vinci. Het is me gelukt. Het is me echt gelukt. Ik heb eindelijk de Da Vinci-naam waargemaakt. De test gaat beginnen. Ja! Ik heb het! Oh, ik heb het niet! Vader, u vertrouwde mij het volk toe. Maar leerde mij ook de woorden van de profetie te vertrouwen. Wat moet ik toch doen? Geef mij een teken! Dus is dat een ja? Raiders! Het lijkt erop dat er met de hoofdpomp is geknoeid. En ik vond dit. Het lijkt op een stuk van een cape. Maar van wie? Geen idee, maar ik weet hoe we erachter komen. Brave meid, ben je klaar? We komen erachter wie dit gedaan heeft. Bolt, we gaan dit oplossen. En ik ga de Da Vinci-naam waarmaken. Ook al wordt het mijn ondergang. Blijf weg! Hoe kunt u nou niks doen en dit allemaal zomaar laten gebeuren? Denk je zo slecht over me? Ze zullen tante Alice haar huis vernietigen! Niet zolang ik koning ben! Voor Novelmore! Dat is mijn vader! Voor Novelmore! Een lamp waarmee je tovenaars kan oproepen? Brody zou je heel veel voor geven. Opnieuw veel geluk voor de gewaagde vuurspion. Vuurspion? Echt waar? Oh, Gwyn. Wat leuk om je weer te zien. Ik wilde deze net terugzetten. Ze zijn met te veel! We vechten tot het einde! Joehoe! Schurken! Jullie hebben dan misschien mijn mannen, maar jullie krijgen nooit mijn zilveren theeservies! Oeh, dat wil mijn moeder graag hebben! Alice, stop! Waar ben je mee bezig? Kijk maar in, John! Ik lok ze gewoon naar de appelsilo! Veel appels. Hij
is weer opgelapt, meneer Da Vinci. Zet hem maar aan, Bolt. Wat is hier de bedoeling van? Majesteit? Koning, ik heb geprobeerd ze te stoppen, maar ze overtraden expres de regels. Gooi ze in de kerker! Weg met hun hoofden! Na een eerlijk proces, natuurlijk. Scribbles, jij hebt het fout. Jij wilt dat we niks doen en ons achter de muren verschuilen, terwijl de raiders ons aanvallen. Maar daar komt een einde aan. Bereid je voor een oorlog! Hoera, Nakomor! Ja! Yeah!